Goedemorgen, maandag. En ik ben alweer met een boodschap die past bij de energie van deze week. Deze week, ja, wat zal ik er zo over zeggen? Het is maar zoals het voor mij voelt, hè. Maar voor mij voelt het best als een beladen week. Het lijkt wel alsof er veranderingen uit onverwachte hoek gaan komen. Het lijkt wel alsof er zo'n energie hangt van een eye-opener. Je ogen worden geopend. Worden geopend. Dat betekent dus niet dat je ze zelf opent. Hè? En dat brengt met zich mee dat er onverwachte situaties kunnen ontstaan. Of er kunnen situaties zich ontwikkelen. Of jij belandt daar toevallig in. En je hebt opeens, maar opeens, dan hebben we het weer zo'n woordje, hè? Opeens, je voelt van binnen, je intuïtie geeft aan dat dit wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat je bij deze bepaalde mensen bent of dat je in deze situatie terecht bent gekomen. In elk geval zal het je een gevoel geven van hier ben ik wel een beetje klaar mee. Dus de energie van deze week, ja, het is eigenlijk best een ja, wat moet ik nou zeggen? Een heftige. Ja, voor sommigen zal ze heftig zijn. Als je ogen geopend worden, is dat lang niet altijd fijn. Maar voor anderen zal het meer een bevestiging zijn. Niet zozeer de heftigheid die daarin de doorslag geeft, maar meer de bevestiging. En daarmee dus ook meteen het feit dat je dus inderdaad mag vertrouwen op je intuïtie. Hoe het ook zij. Linksom of rechtsom. Voor veel mensen zal deze week een emotionele week zijn. Een week van afscheid nemen van bepaalde situaties. Een week van afscheid nemen van inderdaad gewoon ook letterlijk bepaalde mensen. Afscheid nemen van oude gedachten, patronen. Noem maar op. In elk geval, ja, het is een beetje een, ja, het is een beetje persoonlijk hoe die energie voor jou voelt. Zelf ervaar ik het best als een hele positieve, fijne energie. Alsof er iets met een snelheid mag gaan komen. Alsof er iets in gang gezet is geworden. Dat is natuurlijk voor ieder mens verschillend. Want ja, de een heeft hiermee te maken, de ander dat. Maar hoe dan ook, je zult wel de energie gaan voelen. Absoluut. Dus voor mij voelt het echt wel als een versnelling, als een, ja, laten we zeggen, een versnelling in de processen. Let wel, versnellingen, veranderingen brengen vaak emoties met zich mee. En deze week mag je die emoties toelaten. Ben jij iemand die nogal de neiging heeft om alles op te kroppen voor de lieve goede vrede? Of ben jij iemand die alles opkropt omdat je er gewoon niet aan toe wilt geven? Of omdat jou is aangeleerd geworden dat je er niet aan toe mag geven, dat je je niet moet aanstellen? Hup, op en door. Deze week is de energie anders. Ze nodigt je eigenlijk uit om die emoties te doorleven. Te doorleven met heel je lijf. Dus ben jij iemand die met de emotie verdriet te maken heeft? Je mag ze voelen in heel je lijf. Ben jij iemand die met boosheid te maken krijgt en eigenlijk normaal altijd zo'n heel timide typeke is? Nou, word dan maar eens een keertje boos en laat je stem dan maar eens horen. Hoe het ook zij, welke emotie dan ook, de uitnodiging van de energie van deze week is om ze te doorleven. En dat is belangrijk, want als je ze doorleefd hebt, kun je ze loslaten. En als je ze losgelaten hebt, komt er heel wat moois voor in de plaats. Iets wat veel beter is, iets wat je nu nog niet had kunnen bedenken, omdat je ja, dat gewoon nu ook nog niet kunt zien. Waarom weet ik dat nou allemaal? Of waarom, waar komt het nou vandaan? Nou ja, je weet het, hè. Ik heb mijn lijntje met de engelen. Ik heb mijn lijntje met de andere wereld. Ben ik mee geboren? Mag ik het mee doen? Is het een gave? Ja, vaak wel. Is het vervelend? Ja, het is vaak strontvervelend. Vind ik het leuk? Lang niet altijd. Ben ik er dankbaar voor? Absoluut. Maar ik heb dus vandaag 4 kaartjes voor jou getrokken. En kijk maar eens of je daarmee resoneert. Maandag, dinsdag, aartsengel Michael.
Ik help je wrok, woede en weerstand los te laten. Nieuwe kansen en mogelijkheden komen op je pad. En daar hoort de trillingsfrequentie van acceptance bij. Kijk, kun je het zien? Acceptance, accepteren, komt absoluut op je pad. Zal absoluut een thema zijn deze week. Goed om of slecht om, hè? Dat maakt niet uit, maar het zal absoluut meespelen deze week. Woensdag, donderdag, midden van de week, aartsengel Gabriël. Ik help je bij het ontwaken van je innerlijke bewustzijn. Je diepste verlangen mag zichtbaar gaan worden. En dat, zo voelt het voor mij, brengt die stroomversnelling met zich mee. Ik help je bij het ontwaken van je innerlijke bewustzijn. Je diepste verlangen mag zichtbaar worden. En de geur, de trilling die ik daarbij in mijn diffuser doe, en of je nou wel of geen geur hebt gebruikt, maar in elk geval is awaken. Het is awaken. Het is tijd van wakker worden. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Vrijdag in het weekend. Aartsengel Michael opnieuw. Ik geef. Zie je eigen spelfout staan, joh. In ieder geval, stop met twijfelen. Je unieke zijn is een voorbeeld voor anderen. En de trillingsfrequentie die daarbij hoort is overvloed. Kijk, zie je mijn fout staan? Nou ja, je weet pas wanneer je een Jelke original te pakken hebt als je mijn fouten ziet. Ben ik ook mee geboren, moet ik het ook maar mee doen. Dus we hebben maandag, dinsdag aartsengel Michael. Ik help om wrok, woede en weerstand los te laten. Nieuwe kansen en mogelijkheden komen op je pad. Trillingsfrequentie die je mooi kan ondersteunen daarbij is die van acceptance. Accepteren. Aartsengel Gabriël, midden van de week, woensdag, donderdag. Ik help je bij het ontwaken van je innerlijke bewustzijn. Je diepste verlangen mag zichtbaar worden. En dan op vrijdag, zaterdag, zondag, het weekend, aartsengel Michael opnieuw. Hij zegt stop met twijfelen, je unieke zijn is een voorbeeld voor anderen. En daar hoort abundance bij, de trillingsfrequentie van abundance hoort daarbij. Een hele duidelijke lijn, verandering komt eraan, is niet tegen te houden, zal voor velen niet leuk zijn en zal voor anderen een prachtige bevestiging mogen zijn. Energie is altijd in beweging, dus we gaan zien waar het jou mag brengen. Ik had een extra kaart getrokken. Aartsengel Joviel met de trillingsfrequentie van vertrouwen, van belief. En Joviel is heel duidelijk. Geloof in jezelf, jij bent het waard. Ja, daar worstel jij nogal eens mee, hè? Met wat ben ik wel waard? En kan ik mijzelf wel geloven wanneer anderen mij wegcijferen als iemand die het niet waard is? Maakt het soms wel moeilijk, hè? Maar desalniettemin, de verandering komt eraan. Het draait om emoties deze week. Daar ga je echt mee te maken krijgen op maandag, dinsdag. Schrik daar ook niet van. Woensdag, donderdag geeft je toch de mogelijkheid om je ogen te openen, om wakker te worden bij het awaken, een prachtige trillingsfrequentie die jou daarbij mag helpen. En weet je, als je die emoties doorleefd hebt, kun je ze dus loslaten. Laten we zeggen, ze laten zichzelf al een beetje los, hè? En dan kan dat mooie, dat diepe verlangen, kan ook naar je toe komen. Want dat kan niet komen als die ellende, het is niet altijd ellende, maar in ieder geval die emoties nog in de weg zitten. Einde van de week ga je merken dat je inderdaad wordt uitgedaagd om stevig in je schoenen te gaan staan, om te stoppen met dat eeuwig getwijfel en jezelf op waarde te schatten. Dat zijn zo zaken die deze week gaan spelen. Het zou zomaar kunnen dat het doorspeelt ook nog volgende week. En het zou ook kunnen zijn dat datgeen wat ik bij maandag, dinsdag plaats voor jou dinsdag of woensdag zal gaan zijn. Daarboven kennen ze geen tijd. Engelen houden zich daar echt niet mee bezig. Zij zijn gewoon heel eenvoudig en zien de gebeurtenissen elkaar opvolgen. Dus hoe sneller dat jij bepaalde zaken kunt en zult doorleven, des te sneller mag er iets mooiers, iets nieuwers, iets beters. Het voelt absoluut positief aan
op je pad komen. En dan nog, hè, is het fantastisch wanneer het op je pad mag komen. Maar als jij het niet omarmt, als jij jezelf niet op waarde schat, als jij jezelf maar minder blijft behandelen en zien, dan kun je dus dat mooie nieuwe niet omarmen. En ja, goed, sommigen zeggen wel eens, dan gaat het aan je neus voorbij. Nou, dat zal ik zo niet blijven zeggen, of zal ik zo niet zeggen, want het komt wel weer opnieuw een kans naar jou toe. Maar zie het dan ook maar aan een mogelijkheid die geboden wordt en die jij mag aangrijpen. Nou, dit was mijn boodschap voor deze week wat betreft de energie die past bij deze week. Het is zoals ik ze doorkrijg en jij mag ermee doen wat jij wilt. Misschien resoneer je ermee, misschien helemaal niet. Maak je iets moois mee, zet het hieronder, kunnen we het allemaal lezen. En je ziet het wel, als ik het gelezen heb, dan geef ik je een duimpje. Dat is gewoon een signaal dat jij mag weten dat ik het gezien heb. Nu ga ik live in de Facebookgroep communiceren met engelen, want Raziel die heeft mij weer het een en ander laten opschrijven dat ik daar met jou ga delen. De filmpjes, je weet het, je kunt ze op YouTube terugzien, makkelijk met die playlist daar. En dat wil ik je dat ook adviseren om af en toe gewoon daar nog eens doorheen te scrollen en eventjes naar mijn geklets te luisteren, zullen we maar zo zeggen. In elk geval wens ik je een hele mooie week. Zie ik je heel graag volgende week weer terug. Maar nu eerst dus ga ik live. En als je het leuk vindt, zie ik je daar in de Facebookgroep Communiceren met Engelen met Raziel. Tot ziens en tot de volgende.